voor het monetair beleid en het financieel toezicht kan je natuurlijk Chinese muren binnen de ECB maken. Hè, om de verantwoordelijkheid voor monetaire en financiële stabiliteit te scheiden. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn geen Chinese muren in het hoofd van Mario Draghi. Het grote probleem, conceptueel, is dat door het feit dat de ECB de verantwoordelijkheid voor financiële stabiliteit krijgt, hè, prudentieel toezicht, bestaat er dus altijd een mogelijk conflict of interest met monetaire stabiliteit, wat in het mandaat verankerd is. ECB heeft eigenlijk maar één instrument, dat is het liquiditeitsinstrument, en moet dus kiezen of ze dat voor monetaire stabiliteit dan wel voor financiële stabiliteit aanwendt. En als die beide doelstellingen niet congruent lopen, dan heb je een probleem. Dus eigenlijk zou je nog een tweede instrument, hè, volgens het Tinbergen principle, moeten hebben. En dat is een solvabiliteitsinstrument. Maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig bij de nationale ministers van Financiën. Dus daar zit ook een probleem. Eigenlijk moet de ECB voor die nieuwe taak voor financiële stabiliteit ook nog een additioneel instrument krijgen in termen van het solvabiliteitsinstrument. Hoe kun je dat institutioneel regelen? Daar wordt ook over nagedacht. En in mijn briefing paper heb ik daar een model voorgesteld van een supervisory board binnen de Europese Centrale Bank. Het is eigenlijk een beetje het Nederlandse bankmodel, waarbij je dus de verantwoordelijkheid voor het monetaire beleid en voor monetaire stabiliteit separeert, scheidt van financiële stabiliteit. Je probeert dat binnen de instelling te scheiden qua verantwoordelijkheden. Dat is moeilijk, want er zijn binnen de instellingen natuurlijk wellicht Chinese muren. Maar in het hoofd van Mario Draghi, de president van de ECB, zijn natuurlijk geen Chinese muren. Dus dat is best wel een probleem, want uiteindelijk komt het allemaal tezamen natuurlijk bij de president van de ECB, die beide verantwoordelijkheden heeft. Maar je moet het proberen institutioneel zuiver te houden en te scheiden. Waarom is dat zo belangrijk, die onafhankelijkheid? Onafhankelijkheid is essentieel. Kijk, de ECB heeft het mandaat voor monetaire stabiliteit. Dat is verankerd in de statuten van de ECB en het verdrag van Maastricht. Daar is de ECB volledig onafhankelijk in. Dat is een enorm groot goed. Maar het grote probleem is natuurlijk dat die additionele taak voor het behouden van financiële stabiliteit, via prudentieel toezicht, natuurlijk het gevaar dreigt dat de politiek probeert de ECB te beïnvloeden, omdat daar zulke grote belangen zijn verbonden voor hun banken en andere financiële instellingen. Dus je moet natuurlijk heel erg alert zijn dat je de onafhankelijkheid van de ECB en in bijzonder die supervisory board waarborgt door die ook een onafhankelijk mandaat te geven en niet beïnvloedbaar te laten zijn door de politici. En dat is de grote uitdaging waar we voor staan. En ik hoop dat dat gaat lukken. Waar ligt het probleem? Het probleem ligt niet bij de centrale bankiers en de financiële toezichthouders. Ik denk dat die het wel redelijk eens zijn hoe dat geregeld moet worden. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet aan de centrale bankiers en toezichthouders om dat te regelen. Het is natuurlijk aan de Europese politiek om dat te regelen via de Eurogroep en ook via de Europese Raad. En er is een verschil van mening tussen bijvoorbeeld de Fransen en de Duitsers over dit issue. En dat moet opgelost worden. De Duitsers willen bijvoorbeeld niet dat hun wat kleinere banken, hè, die spaarkassen en volksbanken, dat die onder het regime komen. Ik vrees dat dat heel moeilijk te vermijden zal zijn. Je kunt wel een getrapt systeem hebben waarbij de nationale toezichthouder ook wat te zeggen heeft. Maar uiteindelijk zal de ECB de verantwoordelijkheid moeten hebben voor het toezicht van alle 6000 en plus banken in Europa. En dat kun je via een getrapt systeem best ook voor een deel delegeren aan de nationale toezichthouder. Maar daar kan er maar één verantwoordelijk zijn, hè? Dat is de ECB natuurlijk.